Wordt daar wel gebouwd aan iets heel moois hoor. Want het is een slapende reus, FC Antwerp. Daar is iedereen het wel over eens. Een slapende reus met af en toe iets te fanatieke fans. Aanvoerder Haroun en doelman Sinan Bolat proberen ze tot kant te krijgen. Maar of dat nog gaat lukken. Dit gaat Antwerp geld kosten. Nou is er geld sinds Paul Gijsens, boerenzoon uit Ieper. Mogen wij vragen aan de supporters. We hopen dat het hek het houdt. Om de kalmte te bewaren. De wedstrijd is nog niet ten einde. En de scheidsrechter kan dat hek lijkt te begeven. En dan dreigen de opgehitste Antwerpse fans het veld te bestormen. Dat kon er ook nog wel bij voor Antwerp. De scheidsrechter lijkt het genoeg te vinden. Die gaat die wedstrijd even tijdelijk stilleggen. Het is heel moeilijk te verkroppen voor de fanatieke aanhang van Antwerp. De gevreesde fanatieke aanhang van Antwerp. Ja, volgens de regels moet die wedstrijd uitgespeeld worden. Zei de scheidsrechter, zegt ik vind het nu wel welletjes, ik staak hem definitief, maar dan zal dat helemaal groot worden. Mogen wij nogmaals vragen de kalmte te bewaren tot het einde van de wedstrijd. Ik zou als ik de AZ-fans was die daar zijn in Brussel toch een bescheiden houding aannemen straks. Het is echt een onvoorstelbaar Europa Cup avondje. Bijna ouderwets. Met zoveel emotie. Scheidsrechter wel, dat is de gebeten hond natuurlijk. In mijn ogen waren die twee rode kaarten terecht. Over die tweede, iets te lang feestvieren van Lamco Zee natuurlijk wel discussiëren. Maar die van Bocani was zeker een terechte rode kaart. In de ogen van de fans van Antwerp is dat natuurlijk de gebeten hond. Ja, hoe lang gaat de Griekse scheidsrechter dit oponthoud laten duren? Het was in de Enschede ook al een wedstrijd die pittig was. Toen vier keer geel voor AZ. En vijf keer voor Antwerpen, waarvan twee voor Bouta, die dus vandaag ontbrak. Vandaag in die eerste helft waarin AZ het echt meer dan lastig had, was er geel voor Rodriguez, twee keer geel voor Bocani. Geel voor Bizot en Boadu voor
tegen AZ. Toen was de rust bereikt. In de tweede helft twee keer geel voor Lamkanzee. De doelpunt te maken. Geel Idrissi. Geel voor Zek. Geel voor Koopmeiners. Bolat, Arun, Wijndal, Steenks. Bakko Pinsica. De score op 1-4 gebracht. Dat zijn doelpunt van de nummer 20, Jorni Klassie. Mogen wij u vragen deze wedstrijd tot een sportief einde te brengen? Nou, het doelpunt wordt door de speaker gegeven aan Idrissi. Dat was een goal van Goodmanson. We gaan nog even voetballen. Zeven minuten blessuretijd gaan we er ook nog bij krijgen.